Dus dit zou dan een slecht pakje moeten zijn met Ho-Oh en Groudon. De derde kaart... Yo, Nintendo fans! Ik had mezelf dus voorgenomen om geen Pokémon Celebrations kaarten meer te kopen. En toen zag ik dat deze doos weer online was gekomen. Ja, en toen deed ik klik, klik, klik. En toen was er opeens een pakketbezorger. Alsjeblieft, Pikachu, ik heb Pokémon kaarten voor je. Oké, dankjewel, meneer de bezorger. Ik kon het niet laten. En dat komt door deze dikke Pikachu. In Nederland hebben we bijna nooit dozen waarbij een figure zit van de Pokémon TCG. Dus ja, ik moest deze wel kopen van mezelf. Kijk even. Eventjes hoe tof deze is. Die staart is ook echt sick gemaakt. Super vet. Man, Pikachu, wat heb jij gegeten? Ik bedoel, als je zulke scheten laat waarbij zulke wolken zichtbaar worden, dan gaat er iets niet goed bij jou. Anyway, super leuk om deze aan de collectie toe te voegen. En nu gaan we kijken wat voor kaarten erin zitten. Doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren als je Pokémon kaartenvideo's leuk vindt. En dan gaan we ze snel uitpakken. In deze doos zitten twee promo kaarten van Pikachu. En dit is de eerste en die vind ik eigenlijk super leuk. Full tackle van 210 HP damage, what? Maar hij doet ook 30 HP damage aan zichzelf. Maar 210 is echt super veel. En dan hebben we deze Pikachu V-Max. Het is de bolle Pikachu. Oh man. Ja, vroeger was Pikachu de standaard zo bol, hè? Dit is niet verzonnen. Dit is gewoon een ode aan de Pikachu van vroeger. Ja, weer twee hele vette promokaartjes erbij, hoor. Er zitten 8 Celebrations pakjes in. En ik hoop dat we nou een keer de Shiny Mew gaan pakken. En een pakje Chilling Rain. Een pakje Vivid Voltage. En een pakje Darkness Ablaze. Maar we gaan eerst voor die Mew. Please, ik wil die Mew zo graag. Doe even een duimpje omhoog voor Mew. Als jullie allemaal duimpje omhoog doen, dan weet ik zeker. Dan gaan we Mew vinden. Let's go. De eerste kaart is Groudon. Die hebben jullie al heel vaak gezien op dit kanaal. De tweede kaart is Kyogre. Die hebben jullie ook al heel vaak gezien op dit kanaal. De derde kaart... Oh! Oh! Umbreon! Deze is gewoon gelijk 50 euro waard. Het is al de helft van wat ik heb betaald voor deze box. Ik heb veel te veel betaald voor deze box. Maar hey, deze Umbreon hebben we al een paar keer. Maar ik kan deze prima ruilen. Misschien wel tegen Shiny Mew een keer. Gewoon weer een Umbreon. What the heck. En als laatst hebben we een, ja, wel een Mew, maar de verkeerde. Gewoon weer Umbreon. Ik krijg echt veel zeldzame kaarten in deze serie, maar bijna altijd dezelfde. Ik heb ook al 5 keer Rocket Zapdos en 3 keer Venusaur. We gaan kijken wat er in dit pakje zit. Het tweede pakje hebben we Dialga. Dan hebben we Cosmog. De eerste twee zijn nooit boeiend. Die hebben we altijd al. De derde kaart is hierin ook niet boeiend. Die hebben we ook al. Dat is een Cosmo. En de vierde kaart, Surfing Bolle Pikachu. Oh, en hier is een codekaartje voor jullie. Let's go. Pak hem snel. Vul hem in. Pakje nummer 3. Oh-oh. Oh-oh. De tweede is Lugia. De derde. Oh, Donphan. Ja, hier ben ik gewoon keihard blij mee. Want deze Donphan, die heb ik gewoon nog niet. Dit is voor mij een nieuwe kaart. Dus deze box gaat ook gewoon lekker met die Umbreon en Donphan. Heel nice. En de volgende en de laatste kaart in het pakje. Oh, gelijk weer nog een andere bolle Pikachu. Yeah, Donphan. Heel nice. Is weer een nieuwe pool. Nog steeds niet de Shiny Mew, maar wel gewoon weer één kaartje om de collectie compleet te maken. Hier, nog een codekaartje voor jullie. Lekker boxie dit. Donphan, Umbreon, we gaan goed. En met dit pakje zitten we op de helft van de Celebrations kaarten. Hier beginnen we met Xerneas. Kyogre is natuurlijk weer niet boeiend. Dan de volgende is weer een Cosmoam, die is ook niet boeiend. En dan de laatste wel. Is de laatste wel boeiend? Nee, want het is weer Mew. En weer de verkeerde. Oké, twee goede pakjes. Twee mindere pakjes. Dan zou dit weer een goed pakje moeten zijn. We beginnen met Palkia. De tweede is Ho-Oh. De derde, wordt dat een boeiende kaart? De derde. Weer Venusaur. Wat is dit? Ik krijg altijd goede kaarten met Celebrations, maar ook altijd dezelfde. Hoe kan dit nou weer? Weer een Venusaur. Mijn vierde Venusaur. Jongens, 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 jongens. En als laatst hebben we Solgaleo. Nou, alsjeblieft, de codekaart is voor jullie, want er zat een goed kaartje in. Jeetje, als ik ooit naar een ruilmiddag ga, dan heb ik zulke goede kaarten om te ruilen. Nog 3 pakjes te gaan. Kom op, Shiny Mew, kom op. Ik weet dat je erin kan zitten. Ik weet het. Yveltal. De tweede is Kyogre. De derde... Oh, Dark Gyarados. Nog een nieuwe kaart waar ik gewoon blij mee ben. Dit is gewoon een fantastische box. Bijna elk pakje heeft wel een goede kaart, jongens. Venusaur, Umbreon, Donphan, Dark Gyarados. Het is insane. We gaan zo lekker. Ja, man. De collectie wordt steeds completer. Dark Gyarados, 70 HP. Het is een hele oude kaart natuurlijk. Daarom zo weinig HP. Dit is cool, man. Dit is super cool. Dit was een Pokémon van Team Rocket. Daarom staat ook de R hieronder. Heel vet. Nog een nieuw kaartje. En de laatste in dit pakje. Zamazenta. Holy moly. We hebben nog 2 pakjes.
En dit is echt al een van de beste boxen tot nu toe. Weer een codekaartje voor jullie, jongens. Dan gaan we hopen dat hier gewoon weer wat moois in zit. Het is meestal om en om. Een goede en een slecht pakje. Dus dit zou dan een slecht pakje moeten zijn met Ho-Oh en Groudon. De derde kaart... Pikachu's birthday! Dit is de birthdaykaart van Pikachu voor iemand. Hier kan je je naam invullen. Zou ik zelf nooit doen. Nooit op een Pokémon-kaart schrijven die veel geld waard is. Maar dit is mijn derde nieuwe kaart. Mijn derde nieuwe kaart in deze serie van de alternatieve kaarten. Jeetje. Dit is zo'n fantastische box. Ik ben hier echt knijter blij mee. Wat? Ha, hoeveel geluk moeten we hebben? De verjaardagskaart van Pikachu. I love it. Ik vind hem echt super, super leuk. Wat een schattig kaartje. Met zijn leuke verjaardagstaart en de glinstertjes op de achtergrond. Fantastisch. Heel cool. En wat zit hier dan als laatst nog in? Professor's Research. Nou, dit is bizar. Volgens mij hebben we eigenlijk maar 2 minder goede pakjes gehad. En de rest zijn allemaal goede pakjes. En nu gaan we naar de laatste. En dan hebben we nog natuurlijk 3 normale pakjes. Ik gun jullie weer de codekaart. En dan ben ik zo benieuwd, jongens. Surnies. Kyogre is de tweede. Wie is de derde kaart? We hebben zoveel goede derde kaarten gehad vandaag. Dat is niet normaal. De derde kaart is nu niet goed. En de vierde kaart is een Lunala. Het laatste pakje was niet fantastisch. Maar ik ga niet klagen. Want dit was een prachtig boxie. Als eerst kregen we Umbreon. Die gewoon weer 50, 60 euro waard is. Fantastisch. Die hadden we al. Toen kregen we Venusaur. Die ook een eurotje of 20 waard is. Die hadden we ook al. Dan deze Pikachu kaart. Deze vind ik super, super leuk. Hij is ongeveer 7 euro. Euro waard. En ik had hem natuurlijk nog niet, dus ik ben heel blij. Dark Gyarados. Deze schijnt echt maar 1 euro waard te zijn. Ik snap er niks van. Hij is voor mij nieuw, dus ik ben er blij mee. En dan hadden we Domphun. En die is ongeveer 2 euro waard. Is ook niet zoveel waard, maar ja, wel heel tof. En dan natuurlijk deze promokaarten Pikachu V en Pikachu V Max. Maar we zijn er nog niet, want we hebben nog 3 pakjes. Maar laten we even een break houden, want ik dacht, misschien vinden jullie het wel leuk om te kijken welke kaarten ik tot nu toe allemaal heb in deze serie. Nou, deze kaarten krijg je natuurlijk best wel snel. Ho-Oh, Reshiram, Kyogre, Palkia. Dit zijn allemaal de makkelijke kaartjes om te krijgen, zoals ook deze Pikachu en Flying Pikachu en Flying Pikachu V-Max, Surfing Pikachu. Dan hebben we hier Surfing Pikachu V-Max en Zekrom, Mew en Xerneas. Allemaal niet zulke hele zeldzame kaartjes, geloof ik. Deze ook allemaal niet. Cosmo, Cosmo, Lunala, Zacian, hier Groudon, Zamazenta, Yveltal, Dialga. Die hebben jullie allemaal heel vaak gezien. Solgaleo en Lugia. En de Professor's Research Full Art kaart. Ja, hier mis ik er dus één. En dat is Shiny Mew, potverdorie. Maar we hebben natuurlijk wel Blastoise. Daar hebben we er 2 van. We hebben tot nu toe 1 Charizard en al 4 Venusaurs. Ah, oh, Charizard blijft cool om te hebben. De meest waardevolle kaart in deze serie. En dan komen we nu bij alle andere bijzondere kaartjes, zoals Imposter Oak en Dark Gyarados. Hier komt Team Rocket en Rocket Zapdos, die we al 5 keer hebben. Dan hier deze nieuwe, ja! De verjaardagskaart van Pikachu. Superleuk, ik ben blij dat ik hem heb. Hier hebben we Shiny Magikarp en Team Magma's Groudon. En dan hier Team Rocket's Admin en de Mew EX. Het is nog steeds geen Shiny Mew, maar oké. Deze Umbreon hebben we inmiddels ook al 3 of 4 keer, geloof ik. Dan hebben we hier Claydol, die hebben we 1 keer gepoeld. Garchomp hebben we 1 keer gepoeld. En Donphan hebben we natuurlijk net in deze video gepoeld. Wat hebben we nog meer? Oh, dat was het. En in totaal moet ik nu nog 10 kaarten uit deze set. Oh, en dit zijn trouwens alle promokaarten die ik heb. Mimikyu. Dan hebben we hier Light Toxtricity en een Hydreigon C-card. Dan de Pikachu V Union kaart en die is in 4 kaarten gesplitst, zoals je kan zien. Kijk, super grappig, super veel Pikachu's, heel leuk, wel een beetje gek. Dan heb ik hier nog een Greninja en Professor Burnett. Dan Dragapult. En dit is misschien wel de allervetste. Ja hoor, Lance's Charizard. Ik blijf deze echt fantastisch vinden. Ook hebben we nog een Dark Sylveon V-kaart. En vandaag kwam daar natuurlijk een Pikachu V en een Pikachu V-Max kwam er nog bij. Dus dat zijn alle kaarten die ik nu heb in deze Celebration serie. En ik heb een heel dik Pikachu beeldje. Oké, maar goed. We hadden nog 3 pakjes. En we beginnen met Darkness Ablaze. Daarbij krijgen we Electric Energy. Een Lunatone, de Struggle Gloves, oftewel de handschoenen waar je struggelt mee of zo. Een Combusken, een Meltan die op een werkplaats staat. Ik weet niet wat hij daar aan het doen is, het lijkt me een beetje gevaarlijk. Benelby met de Vincent van Gogh Art, super grappig kaartje. Een Parasite.
En een Larvitar. Dan hebben we... dit gaat weer fout. Een Golett. Dit lijkt alsof dit de Darkest Day is of zo. Oké, gevaarlijk lijkt me dit. Een Skarmory die lekker in de lucht aan het hangen is. Is de reverse. En als laatst hebben we Hippodown. Vivid Voltage. Let's go. Daar beginnen we met een Water Energy. Dan hebben we hier de trainer, de gymleader, Alistair. Cramorant die lekker weer een visie aan het vreten is. Nessa zal het daar niet mee eens zijn, want die houdt van water Pokémon. De Den is super cute. Een Drillbirdje. Een Oshawott. Dan Duskull, dan Ferroseed, dan komen we bij de reverse en dat is een Electrike. En als laatst, wat zou hierin zitten? Een Mantric. Dat is jammer. Maar jullie weten het zoals zo vaak, meestal hebben we nog wat goeds in het allerlaatste pakje. Dus knal vast dat duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. En vergeet niet te abonneren als je dit leuke video's vindt. En dan hebben wij hier Honey en Avery samen. We hebben een Ledian, een Golett, Clobbobbers in het zand. Super grappig. Cassform en de Snowy Form is dit. De volgende is Hatina. Dan hier een Aaron. Reverse is een Snover. En als laatst... Pessimian. De goede pools zaten toch echt bij de Celebration serie vandaag. Super tof dat jullie er weer bij waren, jongens. Bedankt voor het kijken. Duimpjes, abonneer en tot de volgende. Mazzel!